Er is geen HR-afdeling die denkt, nou weet je, de arbeidsmarkt, appeltje eitje. Hebben HR-afdelingen in de toekomst nog wel bestaansrecht? Dat en meer bespreek ik in dit gesprek uit een serie die 7D-TV maakt. samen met Loket.nl over de toekomst van HR. Welkom bij 7D-TV. Bij mij te gast Willemijn Boskma. Willemijn van harte welkom. Dank je wel. Um, je bent Agile HR-expert, hè? Tenminste, dat las ik. Ja. Klopt. Um, wat is dat? Agile HR. Um, ja, het begint gelijk al met een Engelse term, maar het gaat eigenlijk over het meer wendbaar organiseren van de HR-afdeling of de HR-expertise in een bedrijf. En waarom zouden we dat moeten willen? Omdat in de wereld zoveel dingen zoveel meer sneller gaat, En dat merk je zeker bij bedrijven. Mm -hmm. Dat ook de processen binnen wat we dan HR noemen, ja. eigenlijk ook diezelfde snelheid moeten kennen. Dus sneller. Uh, je nieuwe ideeën op de markt brengen, op je arbeidsvloer brengen. Yeah. Uh, beter ook dienstverlening doen, naar je mensen toe, naar je medewerkers, naar je leidinggevende. En dat vergt een, een andere manier van organiseren binnen HR, uh -huh. die aansluit bij hoe ook een organisatie zich weer verder organiseert. We gaan, de, we gaan zo meteen het onderwerp uh, uitkouwen. Um, ja. Maar heel even korte introductie wie je bent en wat je doet. Want jij je hebt dus een soort dubbele. Aan de ene kant zie ik jou heel erg als een expert en freelance als ik online Google en zo. Maar ik zie jou ook als uh, in een functie binnen de Hyberg groep. Doe ja. je dat? De, leg eens uit wat je doet in het ja. dagelijks leven. Ja. In dagelijks leven uh, werk ik voor Hyberg. Ja. Ben ik daar Group People Director, een Opa. hele hippe naam voor. Ja. Ouderwetse HR-directeur. Ja. HIBERG is een, is een consultingbedrijf met uh, verschillende locaties in Nederland, uh, Frankrijk, Duitsland uh, en India. Uh, met een actieve uh, ME-strategie. Okay, dus is hard groeiend. Hard groeiend, ja. ja. Uh, en daar organiseer ik de HR. Dus we hebben natuurlijk op verschillende plekken lokale HR-teams, maar overkoepelend. Uh, wil je uh, die consult consultinggroep ook echt op de kaart brengen? Okay, het is eigenlijk natuurlijk een, een ent... hele nieuwe groep. Ja, precies. Dat is natuurlijk een ontwikkeling die we in veel branches nu zien. Hè? Private ja. equity er waarschijnlijk in. Ja, klopt. En, en bouwen en dus kleine cellen opkopen, even heel plat Nederlands gezegd, en samen de groep vormen. Ja, Hoeveel ja. mensen is het nu al? Het is nu zo'n 380 medewerkers. Hey. En is het de bedoeling dat alles uiteindelijk centraal onder één HR-unit past? Of blijft, blijft het ook. Binnen die cellen noem ik het even. Ik weet niet hoe jij het noemt. Maar mm. kun je eens vertellen hoe dat georganiseerd is? Ja, ja. dus wij noemen het hubs. Ah, uh, hele, het. hele hippe term. Ja, 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 hubs uh, hubs uh, staat eigenlijk voor hybrid unit of business. Okay. Dus business units. Ja, ja, ja. <laughs> uh, nee, ik denk juist om heel succesvol hire te willen doen, wil je lokaal organiseren. En ook juist omdat het een consultingbedrijf is, dus waar heel veel. Het uh, draait om succesvol klantcontact. Uh, dat je mensen dicht op de klanten organiseert, wil je je HR ook weer dicht bij je mensen organiseren. Uh, dat betekent niet dat iedereen maar alles lokaal lekker kan doen, want je nee. hebt ook echt wel een gedeelde identiteit. Uh, denk alleen maar aan het uh, employer branding. Ja. Uh, dat je ook echt samen een merk te voeren hebt, samen een cultuur hebt. En die verschilt kan onderling best verschillen. Uh -huh. Dat is gewoon in een groep. Uh, maar het vraagstuk van wat brengt ons nou samen en wat onderscheidt ons? Passend bij de klanten, bij de mensen die je in dienst hebt. Dat is de, de puzzel waar ik me mee bezig hou ja, bij ja. Hyberg. En, en daarnaast ben je als freelance expert nog ja, dingen aan de toch? Dat klopt. Dus uh, ik doe een aantal uh, adviestrajecten per jaar, een aantal coachingsvraagstukken. Heel af en toe doe ik nog, uh, nog training geven en spreken op, uh, op evenementen. Okay. Op dat stukje van, uh, van wendbaar organiseren van je HR wendbaar is eindelijk. Is dat een soort Nederlandse vertaling dan van agile? Wendbaar. Niet ja, helemaal? kijk, er is na, na, na alle jaren. Het klinkt echt heel oud, maar alle jaren agile werken is er nog niet een hele goede Nederlandse vertaling. En hm. wendbaar komt daar heel dicht in de buurt. Ja. Maar dat dekt ook weer niet helemaal de lading, want nee. het gaat ook wel echt over het volgen van een bepaalde. Methodiek. Uh, ja, methodiek, ja. maar ook echt stip op de horizon. Het heeft ook echt te maken met mindset. En het gaat ook niet alleen over het implementeren van een methodiek. Hm. Maar ook echt, wat betekent dit nou naar hoe je naar je mensen bijvoorbeeld kijkt? Ja, iets wat steeds belangrijker wordt, denk ik, vandaag de dag. Laten we eens inzoomen, want ik open nogal scherp. Hè. Heeft de HR-afdeling nog wel bestaansrecht in de toekomst? Uh, en? Ja. Oh ja? Ja, if oh, anything. Nu ja. nu een paar mensen kijken. Wow. <laughs> thank god. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar niet meer zoals die nu is? Nee. Oké. Okay. Nee. Of hoe die geweest is. Oké. Okay. En hoe kenmerkt de hr afdeling zich nu? Dan gaan we even generaliseren. Maar pak ja. nou eens gewoon MKB, groot bedrijf, uh, die hoek. Ja. Hoe, is, hoe, her, hoe zie jij HR op dit moment functioneren? Als we een beetje ongenuanceerd een, een beeld willen vormen, dan is hij er nu best wel procesgedreven en ook een vrij kleine definitie van waar hebben we het over met elkaar. Ja. Uh, van oké, okay, we hebben het over met elkaar de mensen die wij in dienst hebben. Uh, en dat zij hun werk goed kunnen doen. Ja, en, en dat, dat, dat ze een salaris ik, krijgen. Op dat het eind ze salaris van een krijgen, dat ze leren en ontwikkelen, dat ja. we nieuwe mensen binnenhalen. En dat is een vrij smalle definitie van wat HR of people, hoe je het ook wil noemen, uh, wat het eigenlijk kan betekenen voor jezelf. En als we die definitie gaan verbreden, dan kijken we ook echt naar een, een business partner. En iemand die echt begrijpt wat doen onze mensen. En waar worden ze elke dag uh, ja, blij wakker van. Wat drijft hen in hun werk, zodat je ook vraagstukken kan beantwoorden over retentie. Heel effectief kan gaan werven. Uh, maar ook begrijpt van, oké, okay, wat speelt er nu in de markt bij onze klanten en wat voor effect heeft dit op onze mensen? Meer een strategische rol dan een faciliterende rol, is dat wat ik hoor? Ja, ja, ja. Ik, ik zou niet zozeer zeggen een faciliterende rol, maar een servicegerichte rol. Mm. Dat is, de, zou ik zeggen, de traditionele haaier. Ja. En die wordt veel meer strategisch, omdat we ook dat faciliterende mm -hmm. uh, een stukje kunnen uitbesteden aan uh, digitale middelen, aan automatisering. Ja, ja, ja. Dus zometeen daar meer over tech, maar als we nou eens, laten we eens een paar jaar vooruit kijken, nou ja, weet ik veel, uh, maar niet uit, laten we eens in de toekomst kijken, want het gaat over de toekomst van HR, hè, dit gesprek. Schets nou eens een uh, grote onderneming in Nederland met een HR zoals jij, als je hem nu zou mogen designen, waar je misschien wel in je werk nu ook mee bezig bent. Maar schetsen mis, en dan met name in hoeverre die verschilt van hoe die nu is. Ja, ik denk als je daar echt naar gaat kijken, dat je dat, dat je ziet wat nu traditioneel alleen hij er doet, werf en selectie, leren en ontwikkelen. Uh, dat dat echt meer bij de mensen op de werkvloer komt te liggen. Vanwege dat agile werken, dat zelfsturende team. Ja, en maar denk. ook dat eigenlijk de mensen in de business... veel beter weten van wat past er nou bij ons team? Wie ja. hebben we nodig als ja. we het hebben over goede werving? Ja. En als we het hebben over het leren en ontwikkelen... of het schetsen van je, van je ontwikkel... Uh, ja, je carrièrepad binnen, binnen een bedrijf... dat de business, de mensen zelf, dat veel beter kunnen... dan dat HR dat gaat doen. En je ziet nu eigenlijk dat traditioneel HR... HR zich daar heel erg druk over kan maken, of daar heel lang mee bezig kan zijn, of überhaupt mee bezig kan zijn, mm -hmm. en dat eigenaarschap op dat vraagstuk, dat is niet exclusief voor HR. Dat is juist een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik denk dat in de toekomst HR veel meer van iedereen is. Maar zo moet zo'n afdeling dan ook veel meer hybride worden zelf, dat het verweven is? Door een hele organisatie. Ik zit even te, de scheiding te zoeken tussen metaforisch, maar ook fysiek bijna. Hè? Dat het natuurlijk ooit een soort letterlijk een afdeling was. Mm -hmm. Maar dat het veel meer ook in die Teams moet komen te zitten. Ja, of... absoluut. absoluut. En dat zie je al bij bedrijven die heel veel doen met agile uh, werken. Dus ook ja. veel met HR doen die agile werken. Is dat die verantwoordelijkheid, maar ook dus letterlijk, die personen veel dichter. Op het bedrijf worden georganiseerd en dat dat niet een afdeling is. Die afdeling is eigenlijk veel leger. En dat je dus veel meer de HR business partners of de adviseurs veel vaker op de werkvloer ziet zitten bij hun teams. Wat betekent dat voor de expertise's van de HR-professionals? Want ja, jij weet beter wat voor mensen daar allemaal zitten en werken, maar kun je daar eens in duiken? Wat, wat gaat daar veranderen? Voor de. voor? Uh. Zoveel. Het hangt ja. echt af van vanaf ja, van welk onderwerp je er even bij pakt. Ja. Um, nou ja, uh, salarisadministrateurs bijvoorbeeld. Ja. Die, die, die hangen aan software en die zorgen dat salaris wordt. Ik chargeer enorm hun functie nu. Ja. Uh, maar uh, en die werken achter een toetsenbord en die hebben software en die regelen de salaris. Ja. Bijvoorbeeld. Wat ja. gebeurt daarmee? Ik zou zeggen, als je een bedrijf hebt met je eigen salarisverwerker al intern. Dat je ziet dat een salarisverwerker veel meer een adviserende rol gaat krijgen door de hoeveelheid data die zij ook verwerken. En daardoor heel goed kunnen aangeven van hé, hey, heb je dit gezien in, in de trends van de data binnen het eigen bedrijf? Uh, maar ik denk als je kijkt naar andere rollen zoals pakweg leren en ontwikkelen, dat gaat veel dichter op de teams zitten. En dat zij zelf zeggen van hé, hey, wat hebben wij nodig of wat heb ik nodig om mijn volgende stap te maken? In plaats van, oké, okay, HR gaat een uh, competentiematrix opstellen of ja. bijwerken of ja. iets dergelijks. Hoe doe jij die verandering binnen de, je eigen situatie nu, binnen de Highburg-groep? Kun je ze uitleggen, neem ons eens mee in dat proces, hoe je dat doet. Ja, uh, je, ja. Je, uh, hoe moet ik dit zeggen? Toekomstproof maken van HR... Heeft niet een heel duidelijk einde, want de toekomst blijft ontstaan en gaat door. Yeah. Um, wat ik zelf doe, is ik, ik stuur heel erg op wat vertelt de data ons en hoe geef ik daar context aan. Uh, en dat we niet meer interventies gaan doen op basis van onderbuikgevoel of uh, NS1, dat iemand zegt, ja, we zouden hier wat mee moeten en uh -huh. we gaan daarop rennen. Uh -huh. um, dus dat we één, de activiteiten die we kiezen heel bewust maken yeah. uh, en gaan doen. En uh, daarop vervolgens die, ja, die agile manier van werken gaan oppakken. De... Dus korte iteraties. Ja. Uh, een eerste ja, minimum viable product gaan opleveren. Ja. Van hé hey, jongens, wat vinden jullie hiervan? Uh, en dat laat je dan zien aan de business. Daar ga je echt op samenwerken om vervolgens dat product uh, neer te zetten voor, uh, voor je mensen. Hoe ver zijn organisaties met het? Want dan heb je, ik bedoel, dat klinkt prachtig. Maar dan heb je één die data nodig. Uh, en twee moet je hem nog kunnen lezen ook. Uh, en drie moet je hem dan nog kunnen interpreteren en daar advies uit kunnen vogelen. Ik ken zomaar ook nog wel eens organisaties waar ik dan binnenkom en denk. nou, Ik weet niet of die dat allemaal al wel op orde hebben. Het klinkt heel complex, ja. maar het gaat uit van een heel erg basisprincipe. Is bewust worden van welke vraag wil ik beantwoord krijgen? En als je dat goed weet te formuleren, uh -huh. formuleren, dan kan je ook heel duidelijk die vraag gaan stellen aan je mensen. En dat is heel menselijk. Uh, maar we maken er een heel groot ding van doordat we het uh, higher analytics gaan noemen of uh, ja, ja. digitalisering gaan noemen. En dat hoeft niet op die manier zo te zijn. Maar op mijn vraag wat betekent dat voor HR professionals, dat betekent een behoorlijke shift in expertise volgens mij. Als jij... Uh, uh, zeg maar, als jouw functie eerst was het gewoon uh, ik zeg het even heel plat, achter een spreadsheet zitten en dingen regelen. Dat is natuurlijk een compleet andere job als data interpreteren en van daaruit adviezen opbouwen. Oftewel, wat betekent het voor de expert? Moet er een change of talent komen binnen de HR-afdelingen? Of kunnen we omscholen? Of hoe gaan we dat doen? Omscholen. Uh, maar wat ik nog belangrijker vind, is wat, wat is de intrinsieke motivatie van iemand die binnen HR werkt, ja, ja. en je ziet dat die eigenlijk niet verschilt, namelijk. Vaak wordt gezegd, ja, ik, ik vind het echt mooi om met mensen te werken. Ik wil impact hebben op hoe mensen zich voelen, hoe mensen zich bewegen in een organisatie. Uh, en wat mijn werkzaamheden daarin zijn, dat is naar gelang wat het bedrijf nodig heeft. Uh, en soms kan dat dus echt dat, 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 dat stukje service zijn. Analyse van de spreadsheet, whatever. Het kan ook dat gesprek zijn. Het kan ook zijn het ontwikkelen van nieuwe producten voor je mensen. Uh, is het de revolutie of een evolutie? Als we even, nogmaals, ik chargeer bewust even van we hebben een huidige HR en we hebben een toekomst HR, dat is natuurlijk een compleet proces. Maar is het, is, is het echt uh, omspitten en het compleet anders inrichten? of is het een soort evolutie die heel natuurlijk kan verlopen? Evolutie, want ja? ik geloof ook dat uh, je bedrijf de snelheid wel bepaalt en je mensen de snelheid wel bepaalt. Ja. Uh, en er is geen HR-afdeling die denkt, nou weet je, de arbeidsmarkt, appeltje eitje. Recruitment is voor mij geen probleem. Mensen blijven hier lekker zitten. Nee, dus die urgentie en die bewustwording van oh, we moeten wel even anders gaan organiseren, die zit er wel bij iedereen. Ja, ja, ja. Wat levert het op? Dus Wat dat levert het plat, op? Een hele platte ondernemersvraag... <laughs> Maar waar uiteindelijk wel, want het is allemaal heel leuk. Hè? Stel, we hebben een wat klassieke organisatie. Jij komt als stel, jij komt als adviseur daar binnen. Ja. En uh, als agile, dus dan ontstaat er al wat jeuk. Hè? Van oh ja, zo'n agile HR-type komt dan binnen, zo'n modern gedoe. En die komt dan met allemaal van die plannen. Dan, en dan zit er zo'n klassieke baas. En die zegt je ja. ja, Zeg mei, dat is allemaal leuk, maar wat levert het op? Ja. Wat zeg, ja. Je, wat zeg, wat zeg jij dan? <laughs> dan? Dan vraag ik altijd eerst van, uh, goh, wat zijn de kosten die jij maakt uh, bij het werven van mensen? Bij het, wat... het werven van mensen? Ja, bij het behouden van mensen. Wat is eigenlijk, hè? dan gaan we het even over data hebben. Ja, ja. Wat is eigenlijk gemiddelde retentie hier? Hoe lang blijven ja. mensen? Wat kost het je dan? En hoe, en hoe lang ben je bezig met nieuwe werven? Wat is dan het gemiddelde salaris? En dan kan je al heel snel op bedrag komen. En zo ver gaat HR dus? Ja, want dan ja. kan je vervolgens met elkaar het gesprek voeren van... oké, okay, maar wat betekent dat als mensen veel langer een betere match voelen? Wat als die ja. retentie veel hoger is? Wat als de productiviteit van mensen veel hoger is? Mm -hmm. Doordat ze het gevoel hebben dat ze goed op hun plek zitten. Doordat ze gehoord en gezien worden. Uh, dat ze goed leren ontwikkelen als dat hun, als dat hun drijfveer is. Mm. Uh, ja, dan heb je met elkaar een heel interessant gesprek ja. op de cijfers. Ja. En anderzijds hebben we het een stukje over... Ja, wat doet het met de mensen als ze, als ze blij worden van hun werk? Je, je, je besteedt zoveel tijd van je leven aan werk. Hoe mooi is het dat je daarin bevlogenheid kan vinden en niet presentheïsme of eh, zelfs eh, helemaal een beetje bent, uh, bent uitgestapt. Dat is zo zonde. Ja, ik zit, ik zit te zoeken even naar hoe. Um, hoe ik wil het concreet maken. Hè, van wat is, nou, wat is de kern van de verandering die we gaan doormaken de komende jaren? Kun je dat eens zeggen? Oh, het is niet één verandering. En het is ook niet een verandering die nu begint of net begint. Ik, ik, ik ben historisch geschoold, dus ik kijk altijd Aha. naar het bredere perspectief. Dan van, dan kan hè, ik aan jou die vraag stellen. Ja, ja. Ja, dus nee, klinkt, nee, ik, ik stel hem, omdat ja. je kan ook zeggen: ja, uh, dingen veranderen gewoon. En in feite verandert het dus niks. Maar ja, een auto 30 jaar geleden, die ziet er anders uit dan een auto nu, weet je wel. Yeah. Dus er wordt steeds wat moderner en er uh, worden nieuwe aanpassingen gedaan. Dus je kan ook HR zien als gewoon een, een evolutieding. Yeah. En er worden wat dingen aangepast en dat, gaat, dat, dat hobbelt zo door. Het wordt steeds moderner en eigentijdser. En, en zo gaan we naar de toekomst toe. Maar het klinkt als toch iets uh, ingrijpender dan dat. Mm. Wat zijn die ingrijpende veranderingen? De, dan? Ingrijp, de meest ingrijpende verandering is die verschuiving van... Uh, het faciliteren, het supporten, het draaien van processen naar echt het stukje advies, echt dat stukje strategie. Begrijpen wat doet mijn bedrijf en wat voor consequenties heeft dat voor het beleid of uh, voor het type mens dat we aannemen. En daar zit een enorme verschuiving en die wordt mogelijk gemaakt door dat stukje digitalisering, automatisering en AI, wat je kan gaan introduceren, omdat ja. je al die basisprocessen. Uh, niet zoveel uh, manschappen meer voor nodig. Dat draait had. wel straks. Dat draait dat wordt wel. Gewoon. Ja. Dat, uh, dat draait en dat draait wel. Zijn we al genoeg in de boord vertegenwoordigd vanuit HR? Zeker. Ja, ja kan, kan altijd meer. Want daar hoort het wel. Hè, dit. Daar hoort het zeker, ja. Maar daar is het ook vaak genoeg. Okay. Uh, en voor mij hoeft dat niet per se met een CHRO-positie of ja. een CPO forever whatever. Ja. Maar is er bij de, de C-suite voldoende. Uh, bewustwording, bewustzijn hoe belangrijk je menselijk kapitaal is binnen, mm -hmm. binnen je bedrijf mm -hmm. en hoe wordt daarmee omgegaan. En, zitten en, de, en is dat zo? Van wat ik kan zien, en ik kan zeker niet in heel Nederland in alle bedrijf, uh, bedrijven kijken, uh, is daar zeker wel heel veel bewustzijn op, juist mm. ook door de schaarste op de arbeidsmarkt en ja. die, die kelderende, uh, of ja. Die, ja, die dalende trend eigenlijk dat mensen ook steeds korter ergens werken. Wat zien, dat kun je ook zien als een hele defensieve strategie. Hè? Van er is stront aan de knikker. En hoe lossen we het op? In plaats van een proactieve rol van... ik wil zelf heel graag dat ik als organisatie verander. Ja, maar ik denk dat dat beide mag. Ja. Is het erg dat mensen defensief zijn? Is het erg dat mensen het beste willen voor hun bedrijf? Mm. Ik geloof van niet. Mm. Uh, dat, ja, dat is toch hetzelfde met dat, je mensen. Je dat is wil... geen verkeerde reden om te veranderen. Nee. nee Oké. Okay. Nee. Um, heb jij voorbeelden van organisaties? Of is dat lastig te zeggen? Of van je zegt, oh, dat vind ik wel inspirerende cases of verhalen. Even los van uiteraard de Heiberg, want die doen natuurlijk. doen. Maar heb jij daar voorbeelden van? Of, of zijn er inspiratiebronnen voor jou? Ja, waar, waar ik echt uh, met heel veel plezier naar kijk is uh, de Lego Group. Uh, hè, van, van het welbekende uh, blokjesmerk Lego. Ja. Um, hoe ze daar haaier aanpakken is zo interessant, omdat ze daar heel erg kijken naar. Um, HR door de bril van een marketeer. Dus wat, wat is branding en hoe positioneren ja, ja. we mensen binnen onze organisatie? Mm. Dus ze zijn er super sterk in. Wat brengen ze dan? Wat, uh, wat ligt er op hun backlog qua activiteiten voor HR? Maar ook hoe zij HR organiseren. Dus zij hebben eigenlijk groepen van businesspartners die zij naar gelang waar het nodig is in het bedrijf kunnen invliegen en uithalen. Dus je hebt daar veel meer flexibiliteit op. Waar zet ik mijn capaciteit op in? En dat is in heel veel bedrijven nog niet het geval, waar je een vaste businesspartner hebt aan een, aan een bepaald bedrijfsonderdeel. En uh, die businesspartner is heel erg aan het ontzorgen in uh, de toko überhaupt draaiende te houden. Als en een businesspartner vanuit... is dan vanuit HR? Ja, ja, ja ah, okay. precies. Ja, dat is echt een typische HR-rol, de businesspartner. En, en de, zij, oké, okay, dus dat is een business partner die komt, die, die opereert vanuit HR, yeah. maar die faciliteert teams of units op ja. het gebied van HR. Precies, precies. En je ziet dat doordat het geen vaste capaciteit meer is, dat er veel meer eigenaarschap wordt, uh, komt te liggen bij die business units uh, op de HR-thema's. Dus op hè, weer werven. Selectie op, leren en ontwikkelen, noem het maar op. Ah, dus ik roep expertise in vanuit zo'n unit ja. in de vorm van eigenlijk een soort interne adviesrol die kan inhuren precies, als Precies, precies, ja. En ik vind dat wel heel mooi omdat je dus echt kan kijken met een veel ja, flexibelere schil eigenlijk ja. van wat is wanneer waar nodig. En het verlegt ook veel meer het eigenaarschap naar zo'n business unit zelf om te zeggen, dit kunnen wij allemaal en dit nog niet, kom ons helpen. Past dit in elke organisatie? Nee. Nee, het heeft te maken met de grootte van je organisatie. Het heeft ja. te maken met wat voor markt op opereert je organisatie. Waar is het lastig? Um, om dit model op te passen ja. is het lastiger in uh, bedrijven waar er niet zoveel volatiliteit is uh, in de markt. Dus je hebt een vrij steady markt. Ja. Um, en ook veel meer bij een mens georganiseerd bedrijf past dit veel beter dan in, zou ik zeggen, een meer een productieomgeving. Ja, ja, precies. Een grote fabriek. Ja. Met heel veel mensen die uh, achter machines staan. Dan is het lastiger. Lastiger, maar daar heb je juist weer een leuk voorbeeld voor. Dat als je daar veel meer. daar zitten wel heel veel problemen. Ja, maar als je daar ook veel meer het eigenaarschap... op bepaalde vraagstukken lager in de organisatie gaat leggen... is dat de productiviteit van de mensen weer enorm toeneemt. Ja, maar er zijn natuurlijk ook groepen mensen... die zoiets hebben van, ik vind het allemaal heel leuk... Maar ik wil gewoon werken. Ik heb een baantje. Het ja. valt me niet lastig. Nee. En als mijn salaris maar goed is. Um, die zijn natuurlijk ook. Zeker. Oftewel, wat betekent dit voor de werknemer? Daar ligt ook een taak. Daar ligt ook een taak. Um, en ik zou ook zeggen, um, kijken we naar die werknemer, wat heeft die van haar HR nodig? Is gewoon dat al de processen die er zijn, salarisuitbetalingen, uh, het aanvragen van vrije dagen, dat dat gewoon super soepel verloopt, geen fouten in worden gemaakt. Dat, daar moet je niet eens over willen nadenken. Nee. Dat, dat is er gewoon en dat is er op tijd en dat is van goede kwaliteit. Ja. Uh, dat that's fine. Ja. Uh, want dat moet er gewoon zijn. Uh, niet elke medewerker hoeft even bevlogen te zijn. Nee, nee precies dat. Nee. Uh, maar er zijn ook medewerkers die zeggen: nee, ja, ik wil juist meer betrokken worden in het hele rijlen en zeilen van de organisatie. Ja. Ik vind het superleuk om uh, kandidaten, sollicitanten te spreken om te precies. kijken van: hey, Word ik blij van om, om deze persoon in, in ons team te ontvangen. Waar zit de weerstand als jij met organisaties te maken krijgt vanuit een adviesrol? Waar zit de weerstand? Um, keuzes maken. Keuzes maken van wat, wat, gaan we, wat gaan we als eerst doen en vooral ja. wat gaan we ook niet doen. Want het klinkt zo enorm aanlokkelijk om dat zo te gaan organiseren, maar het vergt echt wel wat van je om te kijken van oké, okay, maar op, op, waarop... Ja, wat zijn onze aannames eigenlijk binnen ons werk? En durven we ook nee tegen bepaalde projecten te zeggen of on hold te zetten om dit goed te laten slagen. En ik denk dat daar zit echt wel wat in. En wat moet je dan vooral wel en wat moet je dan vooral niet doen? <laughs> uh, de, de randvoorwaarden met elkaar bespreken, van wat is er nodig om dit succes. Om tot een succes te laten maken. En met wie moet je dat bespreken? Uh, met alle lagen die betrokken zijn. Okay. En daar zie je dus nu ook bij heel veel organisaties waar Ezio werken. Is geïntroduceerd, is dat het succes daarvan geremd wordt. doordat er beperkte bijvoorbeeld betrokkenheid is van uh, de laagmanagers. of daarboven om bepaalde beslissingen. al gedurende het proces te nemen in mm -hmm. plaats van wat gebruikelijk is. je levert het project aan het eind op mm -hmm. en dan laten we het zien. Mm -hmm. uh, en daar zit wel echt. Uh, ja, een, een vraagstuk op capaciteit. Dus hebben de decision makers ook. Tijd genoeg om gedurende het proces goed betrokken te zijn. Uh, en zit daar ook de bereidheid om te veranderen? En dat zijn wel echt ook de randvoorwaarden. Ja. Wil, je, wil, je dat, uh, wil je dat laten slagen? En wat zijn de succesfactoren? Dus de randvoorwaarden zijn meer van, hè, doe dit vooral niet. Waar zitten de succesfactoren? Waar zitten de versnellers? Waar zitten de, hè, waar zitten de, de juweeltjes? Die juweeltjes zitten wel echt in het effect kunnen zien van, van een verandering. Van hé, hey, ik merk echt dat. Medewerkers tevreden zijn, lekker erin hun vel zitten, uh, maar ook bij de higher teams zelf dat ze denken: jeetje, wat, wat heb ik gaaf werk? Dat vind ja. ik mooi om te doen. Je, ja, maar meten is belangrijk. Hè? Hoor ik jou elke een paar keer tussen de regels door zeggen? Hè? Ja. Het klinkt een soort van paradoxaal, maar dat bent <laughs> er geen nummer. Nee, uh, en het meten aan zich is belangrijk, ja. maar wat nog veel belangrijker is, dat je context kan geven en betekenis kan geven aan de data die verzameld wordt. Want zonder dat goed in perspectief te plaatsen, en dat, dat, dat vergeten we nogal eens, uh, is data maar hele loze datapunten, letterlijk. Mm -hmm. En kan het juist gevaarlijk zijn als we de data gewoon oplezen en zeggen: Dit is letterlijk wat er gezegd wordt. Nee, ja. in welke context is die is is zo ge gekomen eigenlijk? Misschien heel. Een hele platte vraag dit. Hè? Maar als we nou eens over tien of twintig jaar... En al jouw dromen komen uit... Hè? En, en al die, die toekomstige HR-principes... Uh, uh, dat, dat draait allemaal. Welke, welke, welke functies en rollen bestaan dan niet meer? En welke zijn superbelangrijk geworden? Die, die er nu misschien nog niet eens zijn. Ja. Um, als je kijkt naar de, naar de HR-rollen... Dan uh, zie je dat pakweg 40% van een HR-team gaat uit naar het onderhouden van processen, structuren, systemen, documentatie. Uh, dat kan allemaal een stuk slimmer worden gedaan door AI, door digitalisering, ja. door um, automatisering. En dat zeg je nu heel netjes. Ja. Oké. Okay. <laughs> uh, wat komt daarvoor in de plaats zijn echt die rollen op. Uh, en nu een beetje vakterminologie erbij is ja. echt inzetten op de employee experience. En ja. het veel meer persoonlijker maken van een belevenis van een medewerker in een bedrijf. Hm. Hoe ziet mijn carrièrepad hier eruit? Is het alleen maar naar boven? Of kan ik ook verschillende dingen doen? Ik wil meer flexibilisering van uh, werkplaats, werktijd. Uh, ik wil veel meer kunnen combineren met privé en werk en dat stukje. Ik wil veel meer kunnen inzetten op. Maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Uh, ook een heel groot thema. Ja. Uh, dus dat gaat veel meer in op het uh, persoonlijker maken van de belevenis van een medewerker. Ik denk dat daar in de toekomst veel meer aandacht uh, naar uitgaat. Uh, en ook het stukje uh, ja, strategisch advies naar de business. Ja. Uh, dat, dat, dat dat ook nog veel, veel uitgebreider kan. Ook weer door uh, een stukje AI. Ja, ik zie, je schetst er mooie... Uh, ik krijg er beelden bij. Ja. ja. Um, er is natuurlijk veel discussie, of tenminste, er wordt veel gesproken nu over de nieuwe generatie. Uh, over diversiteit, inclusie, woke-ontwikkelingen. Uh, Dat komt allemaal in die werkvloer op. Mm -hmm. Hoe gaan we daarmee om? Joh, wat een brede vraag. I know. Hoe gaan we daarmee om? Dan geef ik je alle ruimte voor een antwoordrichting. Hoe gaan we daarmee om? Op verschillende niveaus. Mm. Dus dat gaat over de menselijke maat, gewoon het gesprek met elkaar hierover voeren. Mm -hmm. uh, dat gaat ook over het faciliteren van uh, kan ik het ook formaliseren? Dus heb ik mijn vertrouwenspersonen? Uh, dat kan zelfs gaan naar uh, wat vinden we hiervan als, als bedrijf? Dus mm. wat is onze positionering hierin? Uh, it's here to stay. Dit zijn niet een paar trendtermen die er zijn. Dit, dit, dit zie je maatschappelijk breed gebeuren, dat het veel meer uh, topics worden die, die, die overal spelen. Mm. Um, en het heeft wel heel veel consequenties, want mensen denken ook van ja, als, als ik me hier niet gerepresenteerd voel, als ik me hier niet thuis voel, dan ben ik weg. Ja. Dan ga ik wel ergens anders. Dus het, het heeft ook veel meer consequenties. En je ziet ook um, uh, bij High Work ook dat het, dat het echt gaat over... Goh, Jullie zijn uh, B Corp certified. Ik vind dat echt mooi, want dat is een erkenning van dat jullie echt meer doen voor jullie mensen, voor jullie community op die INI. E um, uh, dat mensen dat ook heel erg waarderen als je, je daar meer op uitspreekt. Van, hmm. Wij vinden dit belangrijk en we willen dat mensen zich gezien en gehoord en uh, uh, ja, ge gehoord voelen en zich thuis kunnen, kunnen voelen. Er zijn ook sceptici, hè, die, die luisteren naar, die denken eigenlijk leven we in het soort verwende wereld. Waar we, ik spreek nu even in de derde persoon. Waarbij waar wij het eigenlijk hebben over, over hele luxe dingen. Ja. En, weet je, mag blij zijn je een baantje hebt en gewoon brood op de plank. En waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. Krijg je die, hoor je dat hoor je dat Ja, ja, ja. En, dan, en dan, je dan krijg ik vervolgens ook nog de opmerking. Ik mag hier ook helemaal geen grapjes meer maken. Ja. En uh, vroeger was het allemaal veel, uh, veel makkelijker en leuker en luchtiger. Nee, maar dat, ik, bedoel, ik bedoel met name ook. Dat, uh, dat, dat je het idee kan krijgen dat er een soort van twee werelden aan het ontstaan zijn. En de polarisatie is natuurlijk ook een ding. Mm. Ik brainstorm nu in mijn hoofd hoor. Maar dat je aan de ene kant de wereld schetst, die jij zegt, hè, waarbij een, een biecor van belang is, een eigen groei en ontwikkeling. En, en aan de andere kant dat er een groep mensen is die amper rond kan komen, die gewoon blij is dat hij een baantje heeft. Uh, en die echt niet bezig is met de materie waar wij het over hebben, is die tweedelinger. Ik zie hem wel. Ja. Ja, en dat, dat, dat is wel uh, fijn dat je hem verduidelijkt, want het is ja. wel echt iets waar ik me zorgen over kan maken persoonlijk uh, in Nederland, in de wereld. Dat ik denk, jongens, uh, het is ook super cru dat we het hier met elkaar over kunnen hebben. Mm. Uh, en ik denk dat die tegelijkertijd wel elkaar kunnen, kunnen, met elkaar kunnen verbinden. Mm -hmm. uh, want juist doordat uh, bedrijven waar het, waar het goed gaat, waar er maatschappelijk sociaal bewustzijn is. Dat die een veel actievere rol kunnen spelen in wat doen we voor die groep die het minder heeft. Ja. En dat het ook een wake-up call kan zijn uh, als je weet van hey, uh, groeiende armoede. Hoe ziet dat er in mijn bedrijf uit? Ja. En dat is ook het eerlijke gesprek met elkaar te voeren. Ja. Dat kan heel pijnlijk zijn. Um, maar daar wordt, wordt iedereen letterlijk wel beter. Het is niet zo dat als jij jouw theorieën en jouw... Uh, dingen wil toepassen in de praktijk, dat je dat alleen maar kan doen met een theoretisch opgeleide crew. Nee. nee. Hè? nee. Voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja. En daar ja, zijn mijn... zoveel voorbeelden ook van al ja. in de wereld. Hè, die fabriek, ja. um, waar je uh, de, ja, de productiviteit ook zo enorm omhoog ziet schieten, hm. doordat je de verantwoordelijkheid veel lager in de organisatie legt. Ja, ja dat. Er zijn te veel voorbeelden dat het niet meer toevallig kan zijn dat, nee, precies. dat het op meerdere gebieden werkt. En als ik aan het kijken ben tot slot en ik ben een hele kleine organisatie. Ja. Yeah. Uh, hoe pas ik het dan toe? Is het dan makkelijker of juist moeilijker? Het is zo makkelijk of zo moeilijk als je eigen context. Dus hm. het is een beetje een, een in het midden antwoord. Hm. Um, ik, denk, ik ben ervan overtuigd eigenlijk dat, dat elk bedrijf hier in ieder geval bewust van moet zijn dat er een veranderende. Motivatie is bij de mensen. Ja. Er is voldoende bewustzijn op dat het een lastige arbeidsmarkt is. Dat zet mensen ook wel genoeg in beweging al om te kijken van hoe kunnen wij dit anders doen. Uh, maar bovenal, en dat is wa echt waar Agile HR ook over gaat: het is over je menselijke maat. En heb met elkaar gewoon de goede gesprekken. Uh, en of dat nou uh, via een, een survey is, een vragenlijst, als we het hebben over haar in Analytics, of met elkaar aan de lunchtafel. Mm. Wat heb jij nodig om hier de komende vijf jaar goed je werk te kunnen doen? Ja. Uh, gaat al zoveel effect hebben, hoe groot of hoe klein je bedrijf ook is. Dankjewel voor je inzichten, Willemijn. Leuk dat jij mijn gast was. Heel graag gedaan. Dankjewel. Het was een gesprek met uh, Willemijn uh, Boskma. En uh, in een serie gesprekken, boeiende gesprekken, over hoe ziet die toekomst van HR er nou uit. En ik maak deze serie samen met loket.nl. En langs deze weg, dankjewel loket.nl, dat ik dit soort gesprekken mag maken. Als je zit te kijken op YouTube en je denkt van hé, hey, dat zijn leuke gesprekken, daar wil ik er meer van. Hieronder zie je de subscribe button. Als je een paar seconden wacht, krijg je twee andere uh, gesprekken te zien uit deze serie. En zit je te luisteren naar de podcast, dan voel je vooral vrij om ook op de podcast kanalen van jouw wens te abonneren. En laat ook eens een review achter wat je van dit soort gesprekken vindt. Vind ik super interessant voor nu. Dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi!